en welkom weer bij Vinoniek. Vandaag op bezoek in Portugal, in de Douro, dus bij een portwijnhuis heet Quivedo. We gaan port proeven, we gaan het domein bekijken, deze keer in Vinoniek. We staan hier in de kelder en ik heb een bijzonder glaasje gekregen. Als je denkt dat port alleen maar rood is en donker is en krachtig is, dan is dit even wat anders. Dit is een witte port die nog steeds op vat ligt te rijpen uit 1974. Een Kolheita witte port. En totaal anders dan die krachtige, stoere, ruige, mannelijke port is dit vederlicht, verstuivend, bijna poëtisch. Er zit witte bloesem in, hele fijne gezouten amandelen op karamel zit er in, een soort hopjesachtige beleving. En als je het uitademt, dan krijgt het de strakheid van wat je bijna in een Amontillado sherry vindt. Bijzondere stijl dat we dit mogen proeven. Oké, we gaan het even hebben over wat voor soort port er nou allemaal zijn. De eerste heet witte port. En witte port is dus een portstijl gemaakt van witte druiven. Maar hier wel een hele stoere stijl, de 30 jaar oude, wil zeggen minimaal de stijl van een 30 jaar oude wijn die het representeert. Heeft dus meerdere jaargangen in zich. Dan de ruby stijl. De ruby is de fel donkerige rode port die het liefst nog ietsjes gekoeld, heel fris, heel makkelijk, lekker aperitief, lekker voor ieder moment van de dag. Late bottled vintage is dus een stijl die een jaargang heeft en dus van één oogstjaar is, wel gemaakt is als een hele fruitrijke stijl als de ruby. Hoger niveau, kost iets meer, maar kan je al echt even als een genietwijn erbij pakken. Dan hebben we de grote broer en dat is vintage port. Vintage port zijn gemaakt om heel jong gebotteld te worden en op heel lang op fles te rijpen. Dus dit mag heel lang liggen en heel lang overdenken wat hij je nou wil vertellen. En in alle fases dat je hem openmaakt, vertelt hij wat anders. En dan hebben we de tawny-stijl. Houtgerijpte stijl. Dus door lange houtrijping raken ze een deel van het kleur kwijt. Krijgen ze daar een soort wat meer notige, kruidige, vaak wat romige en wat meer karamelachtige accenten voor terug. Dit is de tawny. De tawny is een mix van verschillende jaargangen om een bepaalde stijl neer te zetten. Die heb je in gewoon standaard. Heb je een 10 jaar, 20, 30, 40, nou tot bijzonder exclusief. En als laatste hebben we Kolheita. Kolheita is een vintage port, maar dan een vintage port die op hout gerijpt is. Dus je krijgt het karamelnotige karakter van de tawny met het karakteristieke jaargang kwaliteit van een vintage. Nou, dat was even in vogelvlucht wat er allemaal is aan stijle port. Hey, we staan hier in de wijngaarden van Quivedos en ik heb de wijnmaker naast me staan. En ik wil even een vraag stellen, dus luister mee. We doen het natuurlijk in het Engels. So, what is your port of this winter? What's your favorite port? What should we drink? My port, the port for the winter is a 20-year-old tawny. Yeah, a great blend of old tawnies that age in cask, mature, yeah, and develop a nutty character. So, do we eat something with it? Oh, absolutely. Go for some nuts. You have such a diversity of cheeses in Holland. Yeah. You definitely want to have some, cool, of those good cheeses that you make in Holland. Grab some friends, or grab a girlfriend, whatever, and cool, have a long night. Yeah, thank you. Thank you very much. My pleasure. Ik ben weer terug thuis en ik zit hier klaar voor met het glaasje waar Oscar het zo net over had. 20 jaar oude Tony. Die heb ik van hem meegekregen. Hij wou mij bewijzen dat het echt zo te gek was. Ik ben het met hem eens. Dit is rustiek. Het is notig. Het is mystiek. Het is diepzinnig. Het is wilderig. Het is charmant. Het is krachtig, maar ook heel verleidelijk. Dit is niet iets wat je drinkt. Je omringt jezelf hiermee. Dankjewel nogmaals voor het kijken. Graag tot een volgende keer. Tot Vinoniek. Doei.